Hernaden, goedemorgen en welkom. Dank u wel. Ja, 16 dagen lang heeft de organisatie het bewustzijn geprobeerd om te vergroten, om de Surinamers bewust te maken van de rechten van vrouwen en meer als het gaat om huiselijk geweld. Ja, hoe is het gegaan, 16 dagen lang? Nou, laat me eerst beginnen. 16 days of activism against gender-based violence, net als wat u eerder zei. Het is een internationale campagne en dus verschillende organisaties in Suriname besteden dus aandacht binnen deze periode. En deze periode loopt vanaf 25 november. Dat is dus ook de dag, internationale dag tegen uitbanning van geweld tegen vrouwen. Mm-hmm. En tot en met 10 december, dus dat is 2 dagen geleden. Mm-hmm. En 10 december is ook de internationale mensenrechtendag. Oké, ja, geweldig. En wat zeggen de cijfers in ons land met betrekking tot een geweld tegen vrouwen? Ik weet dat ze hoog zijn, maar misschien heeft u als deskundige die cijfers. Kijk, als specifieke data, dat heb ik niet bij de hand om zo ook zo op te noemen. Maar de cijfers zijn werkelijk hoog. Ja. En als we kijken naar cijfers, komen de meeste gevallen, of de gevallen die worden gemeld bij KPS, dus daar worden eigenlijk aangifte gedaan. Of als iemand een klacht heeft, dat men daar naartoe gaat. Maar wij weten ook dat er ook gevallen zijn die niet bekend worden gemaakt. Ja. Want het is een taboe. Men praat niet erover. Er ook kinderen die eronder lijden. Mm-hmm. En je moet ervan uitgaan. De dader, degene die jou eigenlijk mishandelt, of de persoon die binnen zo'n situatie is, die gaat jou niet helpen of je ergens naartoe brengen om de situatie kenbaar te maken. Maar we weten wel dat de cijfers hoog zijn. En we proberen dus steeds eraan te werken om het in te gaan dammen en de mensen ook natuurlijk bewust te maken over de gevolgen van huiselijk geweld. Maar ook andere vormen van geweld die vallen onder gender-based violence. Ja, en 16 dagen lang, hoe zag die campagne eruit? Qua Women's Rights Center bijvoorbeeld. Nu zijn we nog steeds bezig met het uitvoeren van een activiteit. Waarbij we dus met jongeren, en met name jongeren, waar we dus echt het bewustzijn willen geven. Dat we rechtszittingen bezoeken. Mm-hmm. Want je moet het zien als je in real life nu echt ergens aanwezig bent. Om te zien wat de gevolgen van geweld zijn. Want wanneer we zo onderling met elkaar zitten en we praten over iets dat is gebeurd, we horen de persoon wordt opgesloten, de persoon gaat voor de rechter. Maar in dit geval zien ze ook hoe een rechtszitting aan toe gaat. En dat bezoeken we dus met VOJ-studenten en ook met VOS-studenten. En er zijn ook seminars geweest, die zijn geweest voor de mensen van het Openbaar Ministerie. Ook de advocaten hebben een seminar gevallen. En ze hebben dus het seminar gehad van een rechter helemaal vanuit Trinidad, waar het ook heel erg veel wordt gesproken en ook heel veel wordt gedaan. Dus zo is het een beetje in elkaar geweest in deze periode. Maar er zijn ook andere organisaties, bijvoorbeeld de JAG, de Youth Advisory Group, is eigenlijk ook een jongere organisatie. En zij hebben ook heel veel campagne gevoerd op lagere scholen en de bewustwording omtrent dit onderwerp. Ja, om het bewustzijn te vergroten is een ongoing proces, want wij of de daders die zich schuldig maken aan huiselijk geweld moeten dit gedrag achterwege laten. Maar er zijn verschillende factoren die leiden tot huiselijk geweld. Kunt u enkele van die factoren opnoemen? Klopt, het is een ongoing proces, toch? Natuurlijk ook buiten de periode van 16 days of activism. Maar eigenlijk bepaalde factoren die hiervoor zorgen, begint vanaf jongs af. Ja. Toch? Het is een gedraging dat eigenlijk iemand al in zich heeft vanaf jongs af, dat hij of zij gaat voorzetten. Mm. Dus dat is sowieso een van de factoren, je omgeving waar je opgroeit. Maar ook wanneer we iets ouder worden, peer pressure, als we echt kijken naar jongeren. Het gebruik van alcohol, daar begint het al. Ook, want als je ook gaat beginnen te roken, dan echt zwaar gebruik van alcohol, wat ik net als eerder zei. Maar ook wanneer we kijken naar onze omgeving zelf, de mensen met wie we omgaan, dat we ook heel veel van onze mensen in onze omgeving heel veel leren en ook meenemen. En daar zit het ook in wat wij als persoon meenemen, maar ook hoe jij als persoon je wilt gedrag hoe je voor de dag wilt zijn. Dus dat zijn echt enkele factoren die een rol spelen waarom men eigenlijk geweld pleegt tegen een ander of iemand anders wilt onderdrukken. Ja, en hebben jullie binnen die 16 dagen veel meldingen gehad voor wat betreft huiselijk geweld? Kijk, binnen deze periode focus je niet direct op het
binnenkrijgen van meldingen. Maar sowieso zijn er mensen die bellen met gevallen van ik zit met de situatie en de persoon wil natuurlijk informatie hoe hij of zij door kan gaan. Maar binnen deze periode kan ik niet zeggen dat we heel veel meldingen hebben gehad. Maar er is eigenlijk meer gefocust op de bewustwording in deze periode. En de meldingen die binnenkomen, dan wordt er echt gekeken hoe je zo iemand kan assisteren. Ja, en wanneer sluit de laatste activiteit af? De laatste activiteit waarmee ik zelf nu bezig ben, dat zal in februari zijn. Ja. Want er zijn rechtszittingen die worden bezocht. Toch, ondanks het binnen de periode is gestart, gaat het buiten de periode nog steeds door. Dus zo zie je eigenlijk de continuïteit ervan. Dus het Hof van Justitie is ook onderdeel van deze campagne? Klopt, het ministerie van Justitie en Politie, zij ondersteunen ook de activiteiten hierbij. En hoe kunnen jongeren, meedoen aan deze activiteit? Om de rechtszittingen te bezoeken. Het zijn scholen die zijn geselecteerd. Mm-hmm. En er worden dus een aantal leerlingen gevraagd om te sturen, zodat ze de rechtszitting kunnen meemaken. Maar dus het zijn echt al scholen die zijn geselecteerd. Dus niet dat nu nog iemand, als het ware van een andere school, erbuiten komt en het graag wil meemaken. Dat kan nu nog niet, maar sowieso kijken we naar mogelijkheden om het voor te blijven zetten. En zijn de jongeren excited? Ja, ze zijn excited, want je moet het vergelijken van iets wat je op televisie ziet hoe een rechtszitting aan toe gaat. Dat je nu werkelijk daar bent en dat je ook ziet hoe verdachten binnenkomen, hoe de rechter met ze praat. En als er bijvoorbeeld straf wordt uitgelezen. En dan zo zie je echt wat de gevolgen ervan zijn geweest, dat iemand geweld heeft gepleegd. Ja, Mr. Naden, bedankt voor deze uiteenzetting. En succes met de activiteit. En ik hoop dat met deze activiteit het bewustzijn wordt vergroot onder de jongeren. Om alvast na te denken dat wanneer ze groter worden, vooral de jonge mannen, dat ze zich niet schuldig maken aan huiselijk geweld. Yes, hartelijk dank en een fijne dag verder. Yes.